Het Vlaams parlement mag dan geen museum zijn in de strikte zin van het woord. Wij verwelkomen ook graag kunstenaars, zowel uit eigen als uit andere kontrijen. Zo organiseerden we hier vorig jaar het project van Hedwin Chair dat de vaardigheden combineerde van onze Mechelse houtbewerkers met de poëzie van Wales. Een paar jaar eerder toonden we hier Source of Life, een tentoonstelling waarmee het drama van Srebrenica in herinnering werd gebracht door Vlaamse leerkrachten die in de Bosnische stad werkzaam zijn. Vooral met die laatste tentoonstelling heeft de stembusrevolutie die hier vandaag geopend wordt veel gemeen. In beide gevallen gaat het om een fotografische getuigenis. Beide projecten vormen de vrucht van samenwerking tussen Vlaanderen en een buitenlandse regio, in dit geval Catalonië. En beide projecten brengen ons in herinnering hoe belangrijk een parlementaire democratie wel is. Vooral dat laatste wil ik mijn speciale dank richten tot de bedenkers en uitvoerders van de kunstwerken. Mevrouw Dolores Gilbert, meneer Charles Gorps, als voorzitter van het Vlaams parlement wil ik u van harte bedanken voor uw fototentoonstelling met de titel De stembusrevolutie, La Revolta de les Urnes. Volg Vlaams Parlement TV op Facebook en Twitter en bezoek onze website op www.vlaamsparlement.tv.